De eerste etappe in de Ronde van Turkije is een circuitrace, 14 rondes van 10 kilometer door Istanbul. Een groep van 40 renners krijgt al gauw een grote voorsprong. In die elite groep doen Theo Bos, Boy van Poppel en Martijn Keizer goed mee. Het is Martijn Keizer die 4 kilometer voor de finish weet te ontsnappen uit de voorste groep. Maar in de klim naar de finish toe komt hij net te kort. Ja, dat klopt inderdaad. De koers was 300 meter te lang voor mij. Ik reed weg op 5 kilometer voor het einde en ik kreeg gelijk een redelijk groot gat. Ik denk van, dit wordt mooi. Ik raapte snel diegene die nog alleen weg was, pakte ik snel terug. Ik denk, ik word sowieso tweede hier. Ik ga gewoon alles of niets. En er kwam er nog één bij ons, Robert Hunter. Maar ja, die kon ook eigenlijk niet meer overnemen. Dus ja, toen had ik er al iets minder vertrouwen in. Maar toch ben ik nog vol gegaan. Op 300 meter, ja, toen kwam peloton weer terug. Ja, het ging echt heel goed. Alleen de laatste twee rondjes was het eigenlijk even te veel voor mij. Ja, zeker die laatste twee rondes, drie rondes, toen ging het steeds beter. Toen ook het klimmetje op, kon ik gewoon echt... Gewoon goed. Bovenop had ik nog wat over, zeg maar, om mee te versnellen als ze op vlakken nog doortrokken. Dus ja, ik maakte me helemaal gereed voor die sprint. Alleen in de sprint toen reed ik naar voren de laatste bocht. Zag ik iets van 15e positie, niet super. En toen moest ik dat eerste hupje, zeg maar, een klein beetje in de remmen. Ja, dan komen wat renners voorbij en dan zit je een beetje in de verkeerde stroming. Maar dan probeer je nog gewoon mee te, weer te versnellen. Maar ja, dan kom je gewoon zo'n aankomst, merk je gewoon dat je gewoon tekort komt. Dat je nog echt minder bent dan de iets lichtere mannen die ook nog vrij rap zijn. En dan kom ik gewoon net iets tekort. De laatste helling was eigenlijk een helling te veel. Dus het was eigenlijk jammer dat het op zo'n aankomst was. Was het op een vlakke aankomst geweest, hadden we gewoon met Bos... En met Van Poppel meer kans gehad. Maar ja, de koers is zoals die is. En we mogen zeker niet ontevreden zijn. Ook Theo niet natuurlijk. Dat hij een keer een finale rijdt in de kopgroep. Ja, dat heeft hij ook dit jaar nog niet meegemaakt. Dus wat dat betreft is het al bij jou wel een positief begin.